Yes, yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2017. Mijn naam is Victor en vandaag gaan we rijden met de van B naar A Willem. En dat is natuurlijk niet zomaar, want morgen is het Koningsdag. Dus ik dacht, laten we dit geweldige scenario eens gaan spelen van de one and only Joren. En ik doe hem expres een dag van tevoren. Ook eigenlijk omdat ik altijd probeer om de dag video te uploaden. Maar dan kan wellicht Joren het scenario uitbrengen op Koningsdag. En dat lijkt mij wel weer iets grappigs, zeg maar. Dat mogelijk is. Maar goed, morgen Koningsdag. De NS zal de complete dienstregeling wel weer omgegooid hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Goedemorgen machines, het is vandaag Koningsdag. Daarom rijdt er vandaag een 10 baks veer. Bestaat uit 4 baks van B naar A. En 6 baks geel. Je mag deze trein van Alkmaar naar Enkhuizen rijden. Veel succes. En bedankt. Dan gaan wij gelijk beginnen. Een enorm lange firm vandaag. Dus dat is wel weer leuk op zich. En ja, laat ook even weten wat jij morgen gaat doen met Koningsdag. Of tenminste, misschien kijk je deze video wel op Koningsdag. Nou, dan is het helemaal toevallig. Ik weet altijd dat de meeste views pas de dag erna eigenlijk komen. Dus, nou ja, ik vind het ook maar niet zo'n slecht idee om het een dag van tevoren te uploaden. Maar laat alvast even weten, wat ga jij doen met Koningsdag? Misschien wel een leuke vraag. Ik ga, denk ik, lekker naar, ik ben namelijk, donderdag dan, zeg maar, dus morgen ben ik vrij. Eigenlijk heb ik al weekend. En ik heb vrijdag ook een dag vrij genomen, dus dat is wel lekker. Ja, ik ga denk ik lekker gewoon richting Goes en naar de stad. Ja, ik ga daar kijken, want dat vind ik altijd gezellig. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik altijd gezellig iets hebben. En ik vind ook altijd heel erg leuk om het 538 Koningsdagfeest te bekijken. Want dat gaat natuurlijk ook morgen weer plaatsvinden. Ik ben er één keertje geweest. Dan hoor ik je denken, ja maar Victor, waarom ga je er niet naartoe? Nou ja, ik ben er één keertje geweest. Dat was nog in Amsterdam. En dat was echt een drama. Ik vind het er op tv veel leuker uitzien. Maar dat is hetzelfde als met het glazen huis als je erbij bent. En daar kan je pas eigenlijk over oordelen als je er ook echt geweest bent. En nou ja, ik ben 2 keer bij het glazen huis geweest. 1 keer bij het 538 feest. Dus ja. Het glazen huis is gewoon echt saai. En ik moet zeggen, helemaal het laatste jaar. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Het 538 feest. Gaat wel weer iets geweldigs worden natuurlijk. En ja. Zo zien we het wel weer. Een extra vrije dag. Altijd lekker natuurlijk. Maar goed, laat ook even weten onder in de comments wat jij gaat doen. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien heb je wel een vrijmarkt of zo. Of hoe heet dat? Zo'n marktje. Is ook wel eens leuk natuurlijk. Laat het maar gerust weten. Ik ben heel erg benieuwd. En ik zie dat wij hier even flink in de ankers moeten. Zo. Ben ik niet gewend natuurlijk dat we 10 bakken veerdem hebben. 6. Oh. Volgens mij kan hij maar tot 8 bakken hebben. Maar wellicht als we hem helemaal op het eind zetten dat het gaat lukken hoor. Ik denk dat het wel lukt. Ik heb hem ook al geprobeerd en dat lukte het toen ook gewoon. Kijk eens aan. Dan trekken wij hem helemaal verder op de rem. Laten wij de passagiers in en uitstappen. En dan, ik hoor ze niet, maar volgens mij zijn de deuren inderdaad wel open. Heel raar dat je het geluid niet hoort, maar oké. In ieder geval, ik heb de koersborden alleen nog niet goed gezet. De wachttijd is ook wel heel erg kort, moet ik zeggen. Enkhuizen. Nou ja, weet je, kunnen we het niet op een extra trein houden vandaag? Het is tenslotte een Koningsdag. Dus we houden het lekker op een extra trein. Zo. Zelfs de postbusjes zijn oranje vandaag. Nou, wat willen we nog meer, jongens? Zo. Oké, en wij gaan onze rit weer verder voortzetten. Richting Herengewaard. Ik denk dat Kian daar zo meteen wel in zou stappen. Ik hoor Kian eigenlijk laatst niet meer zo. Ja, die zegt alleen maar first, maar dat wordt geblokkeerd. Dus ja, dan zien we Kian niet meer zo vaak in de comments voorbij komen natuurlijk. Nou, en we gaan ook wel echt richting die 3000 abonnees. En ja, ik ga het nog heel even geheim houden. Ik denk dat ik het gewoon geheim ga houden. Totdat het eindelijk zover is. Dat is misschien ook wel eens leuk om
om dat te doen. Maar geloof mij, het gaat wel echt gaaf worden. Ik vind het tenslotte echt heel gaaf. En ja, jullie hebben er allemaal iets aan. Jullie hebben er allemaal iets aan. Dus het is niet van, hey, ja, maar ja, hè. Nee, jullie hebben er allemaal gewoon iets aan. Dus dat gaat helemaal goed komen. En ik zat eventjes net hier onder te kijken. Want mijn telefoon heeft... dat is wel heel erg raar trouwens. Mijn telefoon heeft problemen met laden. Dus dan hou je hem hele nacht aan de laden. Dan word je wakker en is die 2%. Dan denk je, shit. En ik lees altijd, zoals jullie weten, de comments van mijn telefoon. Dus dat is best wel vervelend. Nou dacht ik net, nou ik hou hem lekker van de lader. Ik had hem... ik werd dus wakker. Ik heb hem aan de lader gelegd. Maar hij heeft dus weer niet geladen. Ik zie dat hij nu 8% is. Dus ik hoop dat ik zo meteen... wat comments kan voorlezen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar eerst natuurlijk de rit naar heer Hugo Waard. Het scenario is natuurlijk gemaakt door de enige echte Joren. Die heeft dat echt prachtig gemaakt. Kijk eens aan hoe mooie treincombinatie we hebben. Zo. En waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, is hoe de dienstregeling in Zeeland gaat zijn. Misschien ook wel leuk, want het was altijd de laatste, denk 4, 5 jaar of zo misschien. Reden er iedere keer DDR's, SGM's, ja en dat soort materiaal. Ik ben heel benieuwd of er serieus een flirt gaat rijden. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dan ga ik gewoon in de flirt meerijden, jongens. Ik ga er niks anders van maken. Ik weet niet waar ik naartoe ga, maar ik ga gewoon dan met de flirt weg. Dat lijkt me echt leuk. Dus ja, dat lijkt me wel leuk. Ik zou zeggen, volg me even op Twitter. Ik heb een vermoeden dat de flirt gaat rijden in Zeeland, jongens. Gewoon morgen, hè. Mocht Jerome toevallig deze video bekijken, of iemand die in Zeeland, Dylan van Wilgen bijvoorbeeld... Laat even weten, ik ben heel benieuwd. Ik weet dat er zo'n site is, daar kan je het zien. Maar misschien dat NS al zegt, nou ja, hè. Oeh. Noodrem. Oeps. We gaan het niet halen, jongens. We gaan het niet halen. Wat een slechte stop is dit. Echt waar. Ik denk als ik hem helemaal doorgetrokken had, dan was het wel goed gekomen. Nou ja, weet je, we kunnen het maar in ieder geval nog doen. Ik was zo druk in mijn verhaal. Zo. Oké, okay, nou, het is een beetje eraf, maar dat mag de pret niet drukken. In ieder geval, laat even... mocht iemand dat weten, ik denk dat er echt flirts gaan rijden, moet ik zeggen. Mocht iemand dat weten, dan... ja, laat het me maar weten, zeg maar. Ja, ik denk dat de flirts gaan rijden. Maar volg me even op Twitter. Dat is @apenstaartje Victor Beekman. En dan beloof ik als de flirts gaan rijden... dat ik een poging ga wagen om foto's te plaatsen... dat ik in een flirt zit. Lijkt me heel erg leuk. Volg me daar even gelijk ook op Twitter. Dat is wel leuk, denk ik. En over flirts gesproken. Hier hebben we er eentje. Ja, ik vind het wel een prachtige trein, moet ik zeggen. Ik ben heel benieuwd. Als ik het er nou zo over heb, dan ik ga er gewoon vanuit dat die flirts eigenlijk gaan rijden. Maar we gaan het zien. We gaan het allemaal zien. Nou, ik zal zorgen dat die volgende stop... Nou, de vorige stop was goed, maar de volgende stop gaat ook natuurlijk weer goed worden. Het volgende station waar wij gaan stoppen is... Opdam. Maar ik weet niet precies van Go Via Opdam Spoor 2... Dan gaan we naar Horen, Kersen, Bogert, Spoor 2. Nou ja, laten we zeggen dat we na Horen de comments even gaan behandelen. Even kijken hoeveel... hij gaat niet zo snel. Ik heb mijn lader was laatst ook kapot. En sindsdien heb ik een... Echt zo'n... ja... Een... Ja, namaaklader, zeg maar. En die gaat... Ja, ik weet niet. Dat is niet zo'n heel erg geweldig ding, eigenlijk. Oké, daar gaan we. Zo.
En ik ga deze week 2 keer op Noordwest-Nederland trouwens rijden. De volgende Training Simulator aflevering heb ik weer zo'n prachtig scenario. Maar die is van Edwin Aartsen dit keer. Ja, dat mocht alweer eens tijd worden, jongens. Dat was een hele, nou ja, een hele tijd geleden. Het was een tijdje geleden dat we een scenario hadden van Edwin Aartsen. En nou, hij heeft iets prachtigs in elkaar gezet. Ik ga nog niet vertellen wat, maar dat gaan jullie binnenkort zien. Dat gaat helemaal goed komen. En zo. En volgens mij heb ik weer... Oh, ik ben echt zo'n boon, hè. Dan zit ik mijn comments eens te lezen en dan... Kijk, ik lees eigenlijk over het algemeen eerst allemaal mijn comments. En ik, oké, ja. Maar dan had iemand een link geplaatst van... Ja, je mist deze bovenleidingen waarschijnlijk. En volgens mij moet ik nog iets updaten, zie ik hier zo. Ja, excuses dat ik soms een keertje iets niet update hoor, jongens, maar... Ja, volgens mij mis ik de bovenleidingen hier zo. En iemand had een linkje geplaatst. Dus ze waren ook nog redelijk nieuw, dus dat kan kloppen. Iemand had een linkje geplaatst. En toen dacht ik, oké, ja, dat ga ik nog wel doen. En ja, jullie weten het bij mij. Uitstel is afstel. Maar ik ga dat zeker doen, hoor. Want als ik een brug of zo ergens mis bij Nijmegen, die heb ik ook. En dat gaat helemaal goed komen. En volgens mij zijn er wel meer YouTube... Oh, wacht, ik rij wel heel hard. Zijn er wel eens meer YouTubers die af en toe eens een objectje missen. Nou, wat een ramp. Hey, wat een ramp. Zo. Even kijken hoe dat er vanaf een afstandje uitziet. En hier hebben ze meteen dat vliegtuig ergens, hè, jongens. Dat is ook altijd wel grappig, moet ik zeggen. Oh, dit ziet er gaaf uit. Dit ziet er gaaf uit. Maar wij moeten volgens mij niet stoppen op Dam. Alleen via spoor 2. Dus ik ben heel benieuwd waarom. Maar we moeten niet de passagiers daar laten instappen. Zo. Dat gaat nog goed. Dan miste ik jou hier ook iets. Of ben ik nou zo'n boon? Oh nee, dat was gewoon dat ene ding. Oké, een bepaalde bovenleiding miste ik dus. En oké, nou, echt heel raar. Dan gaan we daar eens naar kijken wat dat is. Als ik het niet weer vergeet natuurlijk. Nee, ik denk dat wij gewoon even moeten afremmen. Om een wissel over te gaan, om juist over spoor 2 te gaan. Een grote kans dat er gewoon al een trein staat of zo. Ik weet het niet wat het is. Maar laten wij netjes naar de 40 afremmen in ieder geval. Zo. Ik heb altijd het idee als je een langere firm hebt, dat die wat minder snel remt ofzo. Dat het allemaal wat... Dat je meer gewicht misschien hebt, ik weet niet. Maar dat zou eigenlijk niet de bedoeling zijn natuurlijk. Want of je 10 bakken hebt... Ja, ze remmen allebei gelijk lijkt mij. Dus, mocht iemand dat weten, ik ben heel benieuwd. Zo. Kijk, 40. En we remmen netjes af. Ik heb het idee dat we eigenlijk een rood sein hebben. Maar dat is niet het geval. Nee, we hebben geen rood sein. We moeten gewoon eventjes alleen over dit spoor. Oké. Nou ja, ik vind het allemaal prima. Ho, waar ben ik? Ik was even die mooie veren aan het spotten. Zo, dan gaan wij onze snelheid weer opvoeren. Al wat baal ik ervan, jongens, dat ik heel die bovenleiding mis. Maar goed, ik ga eventjes de comments pakken. Meen je dit? Hij zegt serieus dat mijn batterij weer leeg is. Echt niet normaal. Ja, dit ga je maar niet menen. Hij zei net... Hij zei net echt serieus... Dat hij 10% is. En nu komt hij weer aan met... Nee, toch maar niet. Ik vind het heel raar dit.
Maar we gaan het zien. Zo. Ik ben echt benieuwd wat die 11%. Ik wou zeggen, dat is toch wel heel erg raar anders. Zo. Maar ik mag toch binnenkort een nieuwe telefoon, dus dat gaat goed komen, denk ik zo. Goed, wij gaan de comments maar eens even als een malle behandelen voordat het weer allemaal uitvalt. En ik heb een app trouwens op mijn telefoon staan en jongens, download dat alsjeblieft niet. Dat is een app die je batterij bespaart. Maar wat een flauwekul is dat. Je krijgt alleen maar advertenties van. Goed, de comments van aflevering 204 heb ik hier zo bij me liggen. En daar reden we een zomerscenario met de SLT. Lekker vaak bekeken. Lars van der Rijn, laten we daarmee beginnen. Leuke video, Victor. Nou, daar hadden we nog 3 mensen een duimpje op gegeven. Dankjewel, Lars. Quinten en Jasmijn, er rijden ook treinen. Rijden ook Intercity treinen Virum. Die van DH Centraal. Die vanaf Zwolle als sprinter rijden. Die stoppen ook op Meppel, Wolfvega, Akrum en Grauw. Oké. Bij punt 1 download de bovenleiding. Oh kijk, daar hebben we hem al. Bovenleiding van Michael. Redelijk nieuw, dus grote kans dat je die nog niet hebt. Bij punt 2, fijn dat je nieuwe signen hebt gevonden. Als je maar beneden kijkt, klopt het inderdaad dat je minder frames overhoudt. Echter zal de kans op een save dump niet verkleinen. Oké, nou is dat ook weer duidelijk. Mocht iemand eventjes de link weten, want ik ben niet zo thuis in waar ik alles moet downloaden. Mocht iemand dat weten, toevallig kan die mij, dan mag hij gerust een linkje hier plaatsen. Quinten en Jasmijn, dit is geen echte omroep. Nee, ik heb een programmaatje toevallig op mijn computer. Wil ik binnenkort iets mee gaan doen. Dan kan je het reizigersinformatie ook echt gewoon doen. Dus dat wil ik binnenkort gaan doen. En dan gewoon een aflevering zonder commentaar. Dus die gaat er binnenkort aankomen. Train Dead Channel die zegt: hallo Victor, bij mij is dit ook gewoon zo dat er geen bovenleiding is. Dat kleine stukje. Het ligt niet aan de assets die je nog mist. Maar blijkbaar hebben ze dit juist dit stukje vergeten om de bovenleiding neer te zetten. En waarschijnlijk zijn er ook mee bezig om Utrecht naar Amsterdam te bouwen in deze route. Nou, ik denk dat ik dit stuk echt mis hoor. Want ik zie ook van die gele dingen en dat betekent vaak dat je hem mist. Rico, jeetje man, wat loopt mijn batterij snel leeg. Ik moet eigenlijk echt eventjes snel laden. Matthias Seltza, leuke video. De omroep is niet helemaal realistisch. Maar goed, ik kan geen omroep in scenario's doen. Complimenten aan de scenariobouwer. Nou ja, ik kan het ook niet, maar ik kan het er wel in editen, zeg maar. Dat is weer wat anders natuurlijk. Game Channel. Oh, wat een leuke naam. Die zegt: welke screen recorder gebruik je? Nou, ik gebruik geen screen recorder. Ik noem het een opnameprogramma. Maar ik gebruik XSplit en dan de pro versie ervan, zeg maar. De duurste versie van XSplit. Daar kan je ook mee livestreamen. Dus dat. Even kijken. Bert van Münster. Hoi Victor, kan op recht zeggen dat dit wel een van de bijzondere afleveringen is die we ooit hebben gezien bij jou. Maar één ding is zeker, we zijn niet gerust. Zal denken, je kon ook de trein langzaam koppelen aan de andere SLT nadat de reizigers zijn uitgestapt. Zodat de trein voor een volgende rit klaarzetten. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, zeker, dat snap ik. Goh, in mijn batterij die is hij is nu nog maar 2%. OVNL, die zegt, BVL is de nieuwe sporen van Chris. Oké. Zuggen in Europa, daar naar beneden kijken helpt wel. Dan hoef je die niet te laden, dat dacht ik al. Welke video's kijk jij, Victor? Vind ik het leuk om zo meteen als mijn batterij leeg is om daar terug over te komen. Daans video's, tip voor omroep, download het RIS. Ja, hij heeft daar een mooi linkje geplaatst en ik heb die ook gedownload. Waarvoor heel erg bedankt, Daans video's. En dan kan je inderdaad een heleboel verschillende dingen doen. En dan heb ik hier de laatste comment en die is van Quinten en Jasmijn. Renen is eindpunt. Perfect. Dat waren de comments. En dan ben ik mooi aangekomen op het station. En dan ga ik mijn telefoon gelijk uitzetten en dan ga ik hem weer verder aan de lader leggen. Maar om even terug te komen op wat ik graag kijk op YouTube.
dat is wel een leuke vraag. Oké, zo. Dat is wel een leuke vraag, moet ik zeggen. Ik kijk echt heel veel verschillende soorten dingen. Ik heb... heel veel dingen eigenlijk. Misschien is het wel leuk om zo meteen even... dat ik even mijn abonnementenlijst met jullie doornem... op wie ik allemaal geabonneerd ben. Echt op... Het is niet van... Oh, dit of specifiek. Nou ja, wel één iets eigenlijk. Maar ik ga dat zo meteen wel aan jullie vertellen. We hadden eerst even de prachtige stop gaan doen op station Horen. Nee, ik ben sowieso echt een fan van... kanalen... met farming video's. Ik moet zeggen, de laatste tijd ben ik heel erg juist in de farming dingen, vind ik leuk. Ik vind brandweer video's en dan on board, echt hulpdiensten over het algemeen, vind ik ook heel gaaf. Dus ik ben ook geabonneerd op ik schrok even. Ik denk we gaan nu deze kant op. Ik ben ook geabonneerd op politievlogger Jan Willem. Dat vind ik echt een van de gaafste kanalen tot nu toe. Die vind ik gaver dan Enzo Knol, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, dat zijn even kanalen, Stuk TV natuurlijk. Maar ja, wie is daar niet op geabonneerd? En ik ga zo meteen nog even heel mijn lijst doornemen. Bliefjes, ben ik ook op geabonneerd. En Dutch Camel Gamers. En Rupke, die is ook heel erg van natuurlijk op YouTube, heb ik gezien. Dus ja, dat zijn wel echt kanalen waar ik veel aan het kijken ben, zeg maar. Alleen ik moet wel zeggen, maar dat is echt een mening van mij. Ik hou niet zo van hele lange video's. Om te bekijken, zeg maar. En daarom wil ik graag ook over het algemeen mijn video's kort houden. Want dan heb je een grotere kans dat mensen je video's bekijken. En dat is gewoon een feit. Dus ja. Oeh, en hij past net. Voilà. Ik denk dat dit toch een mooie stop is. Dan kunnen we even mooi een screenshotje maken, want we hebben er nog niet zo heel veel. Zo. Ja, ik ben echt benieuwd wat er morgen eigenlijk gaat rijden in Zeeland, jongens. Ik ben benieuwd. Nou goed, ik ga weer terug de cabine in en ik ga eventjes kijken wat voor abonnementen ik allemaal heb lopen. Dat is wel leuk voor jullie. Even kijken. Abonnementen. Nou, ik ben onder andere op Prankster. Dat vind ik een heel goed kanaal, moet ik zeggen. Prankster. Wacht even, want ik heb normaal op dit scherm heb ik altijd mijn... wacht, ik ga even optrekken. Heb ik altijd mijn opnameprogramma, dus dat gaat nog goed allemaal. Ik vind... Oh ja, het kanaal... dus David Games ben ik op geabonneerd. Ik weet niet, vind ik een goede gast. Dat gun ik hem gewoon, die abonnees. Blijf zichzelf. En heb ik heel veel respect voor, moet ik zeggen. Oh, zo. Politie, hashtag pro 24/7. Die ik kwam op donderdag had met hele gave video's. Dat vorige keer toen die auto in de brand zat en diegene dat had gered. Toen kwam dat ook op dat kanaal. Heel gaaf kanaal. Zeker een aanrader. Nou, Prankster, moet ik zeggen, vinden ze de laatste tijd een beetje tegenvallen. En dan wil je natuurlijk ook graag weten, maar waarom vind je ze tegenvallen? Het boeit mij niet dat Chris zijn voet gebroken heeft en dat je daar een video over moet maken om geld te verdienen. Vind ik een beetje jammer. Ik vind wel dat ze echt hele gave dingen doen. 100 liter stikstof in een mega... Nou, dat is wel weer gave video's natuurlijk, maar... Ja. Ik vind sommige dingen een beetje tegenvallen, moet ik zeggen. Maar goed, ze zullen vast in de zomer... Hun zijn echt een zomerskanaal, zwembad, toren bouwen. Dat vond ik heel gaaf. Dus ik ben echt heel benieuwd wat Prankster... weer gaat uploaden, zeg maar. Dan heb ik er hier nog eentje. Even kijken hoor. Heb ik nog meer geabonneerd? Nou, No Copyright Sounds natuurlijk. House Nation maakt hele gave house beats. Ben ik ook op geabonneerd. Ik ga er zo meteen nog even... Oh ja, Calvijn. Vind ik lekkere video's altijd maken. Inspirerend ook echt. Dus... Nou, ik ga zo meteen nog even verder kijken. Eerst het volgende station in het station Kerstenbogert. Zo. Nou,
We moeten goed ons best doen. We hebben natuurlijk, we moeten gewoon perfect stoppen. Als we het niet doen, dan is het op de achterkant of de voorkant die niet helemaal goed op het station staat. Dus dat moeten we niet hebben. Die is de bovenleiding er helemaal niet. Oh, wat erger ik me eraan, jongens. Zo. Oké. Hoppakee. En laten de passagiers hier ook weer in- en uitstappen. Natuurlijk. Even kijken. Abonnement. Op wie ben ik nog meer geabonneerd? Politievlogger Jan Willem natuurlijk. Rupke. Bliefjes. Ja, Dutch Camel Games. Ik heb het niet zo heel vaak. Oh ja, Extreme Rides 1, dat is het vuurwerkkanaal. Vind ik echt een grappige vet, moet ik zeggen. En even kijken hoor. Ja. Dat zijn echt degene die eventjes nu naar boven komen, dat ze wat uploaden. Oh ja, ik vergeet bijna het belangrijkste. Oh ja, Bert van Munsen ben ik ook op geabonneerd natuurlijk. Ja, ik ben het belangrijkste vergeten. Wie is er nou niet geabonneerd die aan YouTube doet op King Alert? Echt, ik vind dat echt een geweldige vent. King Alert, die zegt gewoon wat... Die zegt... Hij zegt met mate dingen. Maar hij blijft wel gewoon neutraal. En dat vind ik echt het gave aan hem. Dus ja, de King Alert zeker. Heel erg gaaf. Ben je er nog niet op geabonneerd, doe dat even dan... Dan mis je alle grote YouTube-nieuwtjes niet. Game Channel... die is er nog nooit in voorgekomen. Maar dat zou me wel heel gaaf lijken. Dus ja, nou goed. We gaan verder naar Hoogkarspel. In deze Koningsdienst. Koningsdienst, ja. Zo. En dan hebben we zo meteen nog station boven... Oh, dit is Hoogkarspel. Dit is Bovenkarspel, Grotebroek. En dan gaan wij alweer richting het eindpunt. En dat is station Enkhuizen. Het zou leuk zijn als je nog een beetje moest koppelen en dergelijke. Maar dat gaat het geval niet zijn. Dat is jammer. Maar goed, ik moet wel zeggen, Joren, je hebt weer een prachtig scenario gemaakt. Zo. Oh, die was heel jammer. Ik had hem er heel mooi op kunnen krijgen. Wellicht dat ik hem hier nog even mooi... Even kijken, zo. Ik weet niet, maar dit vind ik altijd wel iets gaafs hebben, moet ik zeggen. Vinden jullie niet? Het toeter hoor je nog niet, dus dat is wel jammer. Ik vind dit wel iets hebben, moet ik zeggen, jongens. Toch? Ja. Dit vind ik wel iets hebben, moet ik zeggen, hoor. Goed, we gaan bijna stappen op station Hoogkarspel. Je zou er maar wonen in Hoogkarspel. Like als je daar woont. Nou ja, als je daar niet woont, dan mag je ook gerust een duimpje omhoog geven, hoor, dus... Zo. Even kijken hoe het met mijn batterijtje is, hoor. Het is een beetje
Hij is alweer op 11%, jongens. Dus aan het einde van de dag is die wel vol. Zo. En een kilometer van tevoren, dan ga ik alvast eventjes afremmen. En ik vind het ook wel leuk dat ik mijn popfilter, windscreen popfilter, dat ik die ook een keertje oranje heb. Ik denk, nou, dat is leuk vandaag. Het is Koningsdag, ik ga het gewoon lekker oranje doen. Doe het de rest van het jaar niet. En wellicht leuk, ik zit me net te bedenken, Bij de 3000 abonnees. Om onder andere. Er komt nog iets heel gaafs aan, hoor. Maar om onder andere dit windscreen als een giveaway weg te geven. Ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die dat gaaf zouden vinden. De windscreen waar ik urenlang in heb lopen lullen. Ik weet niet wat je ermee moet. Maar het is een beetje als de vlogcamera van Enskron. Mijn microfoon ga ik echt niet missen, want dat ding is €400. Maar ja. Nou, mocht iemand dat leuk vinden, dan hoor ik het graag. Even kijken. Zo. Ik hoop dat de trein hierop gaat passen. Wel knap dat we echt zonder bovenleiding hebben gereden, jongens. Kijk, met vier bakken kan je hem natuurlijk hier makkelijk neerzetten. Maar dat is, moet je eigenlijk even weer wat anders rijden. Pas op, mevrouw. Je zult wel denken, jongens, wat een drukke lange film vandaag. Zo. Hartstikke idee. Even kijken hoe dat precies zit. Nou, hier gaat hij helaas niet open. Hier wel. En wauw, kijk eens even, jongens. Kijk eens even. Ik vind dat dit een duimpje omhoog verdient, hoor. Niet alleen voor de maker, maar ook voor mij natuurlijk. Want kijk eens aan. Hij staat er echt netjes op. Had hem ook echt niet een meter naar achter moeten zetten. Want dat is weer zo lullig om tegen zo'n OV-paaltje aan te komen, weet je wel. Oké. Okay. Ja, en ik zal voor de volgende keer dat ik hier rijd, als ik het niet vergeet, ga ik zorgen dat die bovenleiding heb, hoor. Zo. Kijken of we hier ook eens een mooie stop kunnen maken. Ik heb het idee dat de Veron hier niet op gaat passen op dit station. Want die lijkt me heel kort. Maar we gaan het zien. We gaan gewoon ons best doen, jongens. Ja, ik zit echt te bedenken wat voor materiaal er nou morgen in Zeeland gaat rijden. Maar ik heb toch het idee dat we fluts gaan rijden hier, hoor. Zo. Moeten we ook nog wat boven Carpel Flora stoppen toevallig? Ja, dat moeten we ook nog stoppen. Oké.
Ik denk als je die voorkant... Nee, dat gaat net niet lukken. Als je de voorkant op bovenkorpel zet en de achterkant dan... Nee, dat gaat niet lukken. Dat zou wel heel mooi zijn. Zo. Zorg dat we niet een wheelslip krijgen. Ja, dit gaat net lukken, denk ik. Concentratie. Voilà! Ik heb hem. Hoppakee. En volgens mij is hij gewoon weer precies goed. Nou, ik moet zeggen, Joren, je hebt hem aardig moeilijk gemaakt. Hier staat hij goed. En hier natuurlijk ook. Kijk eens even aan, jongens. Dat gaat goed. Het gaat allemaal net. Nou, ik denk als je hier heel goed je best had gedaan om dit station... dat je er misschien nog wel een 11e bak bij zou kunnen krijgen. Nou, is dat niet... logisch, maar... Nou ja, deze kan nog een klein stukje naar voren. En nou hier, nou misschien dat je er nog een 11e bak bij zou kunnen. Maar ja, eigenlijk is het ook weer een beetje de max. Oh, nou goed, wij gaan weer door. Ik vind het heel raar dat we deze mislukt hebben. Waarom hebben we deze mislukt? Jongens, waarom hebben we deze mislukt? Mocht iemand het weten... Ik hoor het heel graag. We zijn op tijd. Oh, wij moeten niet stoppen op Flora, zie ik. We moeten er langs en dan naar Enkhuizen. Oké, nou prima. Ja, we zijn al aan het rijden. Maar ik vind het heel raar dat hij mislukt is, want we waren gewoon op tijd. We stonden goed. Nou ja, heel raar. Misschien een klein foutje in het scenario, bedenken we net, maar ik weet het niet. Mooie windmolen natuurlijk. Dat is echt weer het Hollandse beeld. Een windmolen. En dat is wel leuk. Ik had ik heb een keertje, dan was ik met iemand, had ik een soort date, dat was ergens vorig jaar of zo. En die vond het altijd heel erg leuk. Die woonde echt, zeg maar, in een stad, weet je wel. En een grote stad. En die vond het altijd heel leuk als de windmolens waren in Zeeland. Want ja, dat is natuurlijk hier een heel stuk meer van die echte ouderwetse, niet van die... Van die palen en van, ja, wat miljoenen kost, maar geen drol oplevert, zeg maar. Dus ja. Maar goed, we gaan zo. We gaan richting de 40 afremmen. En dan gaan wij naar ons eindpunt Enkhuizen. En hier is het eten ook altijd zo heerlijk. Lekker ongezond. Heerlijk. En ik moet zeggen, wij komen niet zo heel vaak op Enkhuizen. Maar ik moet zeggen, het is wel een mooi station hier zo, hoor. Approved. Ik denk dat wij hier... nee, we gaan niet een wissel over. We gaan gewoon helemaal rechtdoor. Ook heel mooi met die boten hier zo in het water. Zo. En dan bedank ik je voor het kijken van deze aflevering van Train Simulator. En dan gaan we hem hier neerzetten. Top, passagiers in en uit laten stappen.
En nu gaat het gelukkig wel goed. Heel mooi. En ook weer precies hier zo. Heel mooi. Ja. Nou goed, dit scenario hebben wij alsnog niet behaald. Dat is heel erg jammer. Maar goed, in ieder geval, dat weten we natuurlijk al van tevoren. Ik wens jullie vanmorgen een hele fijne Koningsdag. Laat ook even zeker weten wat je gaat doen. En dan zie ik je vrijdag weer met een nieuwe aflevering hier op Game Channel. Bedankt voor het kijken en graag gedaan. Doei!